Zo, onze wekelijkse serie wijnen was deze keer een 24-tal wijnen van Sicilië. Een eiland waar tegenwoordig prachtige wijnen worden gemaakt. Schitterend eiland. Ja, schitterend. Het eiland is ook prachtig. Ja, ja. Ja, het is prachtig om heen te gaan ook. Ja. Het is, als je daar komt, de ruigheid en de eenzaamheid. En de cultuur. De cultuur. Ongelooflijk. Het is een eiland dat echt alles heeft inderdaad. Al het eten smaakt goed. Ja. Al het fruit is rijp. Alle groenten zijn lekker. Het is ongelooflijk. Ja. Het is Italië op zijn mooist eigenlijk, hè, Sicilië. Ja, echt heel bijzonder. Ja. Enorme crossroads natuurlijk van culturen. En dat is allemaal verweven op een eigenlijk heel fijne manier op dit moment. Zonder dat er al te veel... Ik ben de laatste jaar ook een paar keer op Sardinië geweest. En dat is toch een beetje saaier op een of andere manier. Dat heeft niet die cultuur en niet die, een beetje een boereneiland. Ja, het is boerse. Rustiek een beetje. Sicilië is bijzonder. En wat heel goed is, vind ik, dat zie je ook in een serie als deze, is dat de lokale druiven, Nero d'Avola en Nerello Mascalese, die komen steeds meer naar voren als goede druiven voor goede wijnen ook. Ja. Nero d'Avola krijgt natuurlijk, kijk, Nirella Mescalese hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Etna is je van het, krijgt ontzettend veel aandacht. Ja. Terecht hoor, want het is super bijzonder. Nero d'Avola daarentegen wordt wel eens een beetje, laat dunk het over gedaan. Hè, een beetje verguisd, het is makkelijk. Het zijn ook hele simpele wijnen. Klopt, er worden hele makkelijke Nero d'Avola gemaakt met hoge opbrengsten. En dat is, dat doet het imago ook geen goed. Maar er zijn ook, in deze serie ook, zijn fantastische Nero d'Avola wijnen. Ja. Ja, want jij was, we kunnen er meteen een uitpakken. We kunnen gewoon hier beginnen. Ja, het lijkt want me. Want jij was hier ben ik geweest, in Noto. Ja, ben ik in Noto geweest. Noto is helemaal op het zuidoosten van Sicilië. En dat is de plek voor Nero d'Avola. Ja. Wijnen die worden daar krachtig en vol, maar ook weer met goede zuren. Het is een soort rijpheid, maar ook mooie balans, niet te zwaar. En dat zo'n wijn als deze, die Bio Favare van San Basilio... prijskategorie 6 van Sloviti. Dan heb je echt een mooie Nero d'Avola die laat zien wat er mogelijk is met die druif. Heerlijke wijn. Echt in een rijpheid en frisheid die het heel aantrekkelijk maakt. Ja, Noto is de ene uithoek natuurlijk. Inderdaad, waarschijnlijk de oorsprong ook. Heeft ook een eigen DOC gekregen. Ja, dit is niet de DOC, want dit is Terra Siciliana. Ja. Er zijn producenten die liever toch de IGP gebruiken. Dat geeft wat meer rek en ze maken ook Eloro, hè? Dat ligt er ook vlakbij. Hè? Ja. Dat is ook weer zo'n DOC. Ja. Aan de andere kant van het eiland, op de westpunt als het ware, worden ook hele mooie wijnen gemaakt. Ook daar staat veel Nero d'Avola. Dat is niet alleen maar het Marsala-gebied natuurlijk. Bij Trapani. En daar komt deze wijn van Viriato vandaan. Van Douwe Wallengaaf in categorie 6. Celes. Als ik het Latijn wat ik vroeger heb gehad goed herinner. Ja, het is mooi uitgesproken. En ook 100% Nero d'Avola 2015. Klein beetje houtrijpen. Geen nieuw hout. Heel kort. Maar dat geeft hem toch ook wel een beetje extra klasse. En Viriato is gewoon Viriato, topbedrijf. Ja, maar Viriato maakt over het hele eiland, ook in Etna, hele goede wijnen. Ja. Ja. Dat is toch wel apart natuurlijk op Sicilië, dat je een aantal grotere bedrijven hebt. Planeta is er ook een van, krijgen we zo een wijn van. Ja, ja. Er zijn er nog een paar, Cusumano, noem maar op. En ze zitten vaak overal, maar ze maken toch ook wel overal goede wijnen. Zeker in het hogere segment. Ja. Wat natuurlijk ook gebeurt is dat de Nero d'Avola geblend wordt met internationale druiven. Dat is bij deze wijn gebeurd. De Unanime van Tenuta Lombardo. Heerlijke wijn waarbij Nero d'Avola met Cabernet Sauvignon en Syrah is geblend. En dan krijg je een wat internationalere stijl. Ja. Wat deze wijn bijzonder maakt, is dat het van het centrale deel van het eiland komt. Okay. En dan 580 meter hoogte. Dat is ook wat je ziet op Sicilië. Dat de trend ook daar is om de hoogte op te zoeken om frisheid te krijgen. Ja. Want je hebt daar heel hete jaren gehad de laatste jaren. Ja. Met wekenlang meer dan 40 graden. En de hoogte geeft dan toch weer frisheid. En tegelijk ook een hele krachtige wijn. Rijp, vol. Verleidelijk. En dan prijskategorie 5 bij Vindorado heb je een hele mooie rode wijn van Sicilië. En van de internationale druiven moet je toch zeggen dat Syrah het beste doet waarschijnlijk. Syrah is wel het beste optie, denk ik. Geeft een hele goede... Ja, Syrah geeft mooie resultaten inderdaad. Ja, dus dat vind je ook in deze wijn zeker terug. Ja. Maar goed, de echte kracht van het eiland ligt natuurlijk toch in die hele speciale dingen. Zoals zo'n wijn uit de DOC Mamertino. Dit ligt aan de noordkust. Het schiereiland van Milazzo maakt daar onderdeel van uit. En dan een stukje ten westen ervan, langs de kust. Bij Palermo.
Ten oosten nog van Palermo. Ten westen van Messina. Ja. Messina. Dat klopt. Ja, klopt. Ja. Dat schiereiland van Milan is sowieso heel mooi. Dat is natuurlijk de weg om naar de Lipari. Naar Lipari, de Eolische eilanden te gaan. Ja. Stromboli ook. Je kunt het fantastisch eten. Mooie plek ook. Ja. En zij maken daar een wijn van Nero d'Avola, maar er zit ook Nocera bij. En dat is de druif van het uiterste noordoosten eigenlijk. Hè. Ook de DOC Faro werkt met die druif. Dit komt van Gal en Gal. Dus Mamertino is de herkomst en dit kost €19,59 bij Gal en Gal. Prachtige wijn, echte Planeta ook weer. Stijl, ja, Planeta wel, is, ja. Heel elegant, ja, ja. Een beetje afgerond, maar echt meer dan genoeg typiciteit. En ik vind het zelf zalige wijnen. Ja, ze hebben daar een wijnmaakster die echt heel goed haar werk doet. Ja, 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 perfect. Ja. Ja. Heerlijke wijnen. Dus ja, een enorme dwarsdoorsnede weer van het eiland. We hadden ook nog wat Etna staan en wat Serrazuolo. Het is gewoon een heel boeiend eiland waar je voor van 5 tot €50 een geweldige wijn kunt kopen. Zeker. Proost.